Ja, ik heb daar weer gekost. In het begin wat ons die baie vriendes weggespeel in die Boland toe die droogte was. Eindelijk is het een blessing in disguise voor ons geweest. Ons het lekker voorbereiding gehad, ons het nieuwe coaching squad staaf gehad, ons het nieuwe spelers ingekry om hulle in te bed, want het was toch al eindelijk is een blessing in disguise toe ons die grond vat aan het begin van die rechte season, die league begin het. Toen ons nog 6-7 games aan het gehad en allemaal het gewoon wat ons wil doen. Maar het is baie harde werk en ek wil vir die spelers dankie sê voor ons bestuur. Allemaal, dit is hier een eenman show of een tweeman show nie, dit is een bestuur, africhter, spelers, alles dit het gewerkt dat ons die jaar succesvol was. Ja man, ek dank, ek voel eindelijk jammer vir Kaal, maar ek kon gesien het, hulle moet 3 games speel in omtrent 'n weekse tyd en ek kon sien in die tweede helft het die tol geëis. Maar ek dink ons was reg voorbereid. Ek dink as ons was met alle respect miskien die beste span in die competitie, alhoewel enige een van die 6 spanne kon die competitie gewen het. So ek is, ja, blij die een is voorbij, maar ek dink volgende week is het ons gaan ons gaan seker om het eerste keer op Leeuwarden te speel. Net baie dankie sê vir Jerome, maar ek dink so Jerome het donderdag so toe ingeslip waar by ons en kom help met die verdediging. Baie dankie Jerome. Is altyd beskikbaar as 'n mens hulp soek. Ja man, ons was aanvanklik 'n bietjie skepties oor die kompetisie, maar sien al die topspanne is absoluut wonderful.